TVM schaatsploeg gebruikt deze winter short track om vooral de bochtentechniek verder aan te scherpen. Een mooie, moderne vorm van trainen. Wouter, waarom heb jij geen klapschaatsen aan nu? Ja, omdat we gaan short tracken, hè. En bij short tracken is gewoon vaste schaats. Dus, is dat moeilijk, zo'n overstap? Nou, het is even een paar rondjes wennen, maar het is niet, nu is het niet meer moeilijk. De eerste paar keren wanneer we het in de zomer deden, was het meer de overstap dan nu. Waarom doen jullie het eigenlijk? Ja, gewoon de bochttechniek echt te verbeteren. En we merken het nu al gewoon echt op het lange baan. En daarom gaan we nu nog even meer door ook voor het seizoen. Geeft het wel voordeel voor lange banen, voor allrounders? Ja, ik denk ook. Wij moeten ook een allround toernooi rijden. We moeten ook een 500 meter rijden. Dus, en een 1500. Dus ja, dat geeft zeker voordeel voor ons ook. Dave, waarom geef jij short track training aan de lange baan schaatsen van TVM? Ja, waarom? Ze hebben mij in eerste benaderd. Kijk, wat je natuurlijk ziet in de laatste jaren vanuit de short track, vandaan die short track schaatsen die naar de lange baan zijn gegaan. Dat valt natuurlijk een beetje op dat ze wel vrij makkelijk mee kunnen doen op de lange baan. Kijk, het heeft niet te maken met van dat ze zo makkelijk schaatsen. Nee, maar het is gewoon ze hebben talent voor de lange baan. Ze hebben de basis van het short track. En daaruit kunnen ze dus op een gegeven moment goede bochten lopen. Wat je nu ziet, de ontwikkeling in opzichte richting de lange baan. Dat je eigenlijk steeds meer gaat zien dat ze gaan versnellen in de bochten. En de ontspanning gaan zoeken op het rechte stuk. En dat was voorheen andersom. Gingen ze dus echt proberen snelheid te maken op het rechte stuk. En proberen een beetje te overleven in de bochten. Nou goed, je kan niet ontspannen in de bochten, want dan vlieg je eruit. Je bent nu 2 maanden bij TVM. Heb je progressie gezien bij de schaatsers? Nee, absoluut. Absoluut. Nee, toen wij begonnen, dat is op zich is wel grappig. Daar heb ik met Bart ook naar zitten kijken. Het is net een beetje of je met... Ze zijn allemaal Olympische en wereldtoppers. En als je ze op het schaatsen of met short track, was het eigenlijk allemaal beginnelingen. Net of ze eigenlijk nog niet konden schaatsen. Het was wel heel grappig om te zien. Maar echt de basisdingen die konden ze gewoon niet goed uitvoeren. En dat hebben we eigenlijk in een paar maanden tijd... We zijn in St. Moritz geweest 2 weken. Ben ik mee geweest op trainingskamp. En daar hebben we echt heel erg goed de basis neergelegd. En dat kan je nu duidelijk terugzien.